En dan nu een reus. Een reus die ik met recht reus mag noemen. Ja, de zaal applaudisseert. Maar u thuis hebt hem nog niet gezien. En natuurlijk, als je een geweldig spektakel als zo'n Grand Gala du Disque mag introduceren in de huiskamer en bij de mensen in de zaal, dan ligt de ene artiestje wat naar aan het hart dan de andere. En als je dan in je kast thuis 60 of 70 langspeelplaten hebt staan van die ene man, en je weet dat hij de grootste virtuoos is die de jazz heeft voortgebracht, na Art Tatum misschien, die zijn idool trouwens was en nog steeds is. Dus je weet dat hij alle beroemden van het jazzpodium heeft begeleid. Dat hij een blokperiode heeft gehad en een solistische periode. Dat hij met groot orkest heeft gewerkt en met kleine combo's. Enfin, het is te veel om op te noemen. Als je weet dat grote klassieke pianisten gek worden van zijn spel. Het is zo volmaakt. Hij heeft zo'n ongelooflijk begrip wat je met jazz en met een vleugel kunt doen. Het is de allround concertpianist. Hij speelt octaven met beide handen alsof het geen geld kost. Het is de reus onder de jazzpianisten, Oscar Peterson.
Ja, dames en heren, ik neem aan dat u dat thuis ook volledig hebt ondergaan. Ook al zou u niets voor jazz voelen en niets van muziek begrijpen. Dat u ziet dat hier werkelijk een grandioze grootmeester aan de gang was in body and soul. Met heel zijn machtige body en met alle soul van de echte jazzartiesten. En met een overdaad aan fantastische techniek. En ja, u hebt gezien, er staan nog meer muzikanten. En dat zijn ook niet geringe heertjes. Want daar zit bijvoorbeeld aan het drumstel de grondlegger van de cool school of jazz drumming. Een hele, hele grote figuur. Kenny Clark in jazzkringen Kloek. En op bas een fenomeen uit Scandinavië, waar zoveel prachtige jazzmuzikanten vandaan komen. Niels Henning Orsted Pedersen. Maar, en nou komt het, en u mag hem nog niet zien voordat ik het allemaal verteld heb. Want ik vind het zo heerlijk, hier staat nog een reus. Een kleine reus, dat kan. Hij is wat grijs, hij is al bijna 70 jaar. Hij maakte de grote dagen mee van de Hot Club de France met Django Reinhardt. En hij speelt nog altijd met evenveel vuur en elan en timing en prachtige techniek op zijn viool als 30, 40 jaar geleden. En toen hij zijn 50 jaar violistenjubileum vierde, toen zei ze, Stefan, wat zou jij nu graag willen hebben voor dit jubileum? Zei hij, een paar platen opgenomen met Oscar Peterson en diens trio. Oscar hoorde ervan en zei, dat wil ik doen met deze grandioze Fransman. Zo zijn die platen tot stand gekomen. Daarom zijn ze hier vanavond. Een ovatie voor Stephane Grappelli. APPLAUS.